Yo guys, Gletsch hier met een nieuwe video en daar gaan we verder met Outlast 2. Vorige keer zijn we hier gebleven en ik heb een beetje slecht nieuws. Mijn game is gecrashed waardoor ik ineens... Wacht even. Bijna al mijn recordings kwijt ben. Dat is kut. Maar ja, rip. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Op zich zijn de recordings toch niet zo speciaal. Ik wil helemaal niet naar beneden gaan. Over zo'n heksje kun je natuurlijk niet klimmen. Van een klif vallen, dat is een slimmer idee. Dus we zullen maar van de klif vallen. Want deze guy denkt dat dat een beter idee is. Auw. Ja, als er nu iemand in uw aars komt pakken, dan zijn we onze aars gepakt. Want ja, u snapt het. Dus ja. Oh, dat wist ik niet eens, lol. Maar ik. Dit is zo allemaal terug tutorial ding shit. Maar ja, daar zit iemand. Ik heb er niet zo'n goed gevoel over. Ik denk dat hij aan het kakken is ofzo. Maar echt serieus. Het zegt saving, dus dat is ook niet zo goed. Nee, dat is niet waar. Oké. Er is niemand in het huis, dus... Oké. Pak die bandage wel. En die batterie. Oké, dat is 2 in 1. Dag mevrouw, ik zal u verder laten slapen. Geen idee. What the fuck? What the fuck? En die gast heeft net gespouwd op mij. En dat hangt op je bril. Holy fuck, gast. Ik had net niet geroepen, want ik was net mijn stem kwijt. Holy shit. What the fuck? Moet ik hier naartoe of zo? Nee. Oh! Er is een briefje. Oké. En een bandage. Oké. Ik ga precies veel bandage nodig hebben. Ik kwam van links, dus dan moet ik nu naar rechts. Dit is precies een loot town of zo. Er ligt een briefje. Is hij nu aan toe wat ik denk dat hij aan het doen is? Geen idee. Wat ligt daar? Er ligt niet echt iets goed in, denk ik. Er ligt een briefje, maar ja. Ik ben toch al mijn briefjes kwijt. Dus fuck briefje, zeg maar. Oh boy. Oh! What the fuck? Doe normaal. En doe dat op slot. Oh, even healen. What the hell? Nee, slaagt hij mij, what the fuck? Ik dacht dat iedereen vriendelijk was in dit ding. Ik dacht dat ze alleen maar op mij ging kotsen. Oh. Ga eronder. Ah, what the fuck? Oké, what the fuck. Doei. What the fuck was dat, man? Ah, echt, fuck this wel. Fuck this fucking kut wel. Oh, batterie. Is er nooit? Nee, alleen een batterie, fair enough. What the fuck, jongen? Ah. Doe normaal. Wait, kwam ik van hier of niet? Nee, 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 ik moet naar hier. Mijn camera is bijna leeg, dus ik ga even reloaden. Wat?
Ah, oh, die gast loopt daar beneden rond met zijn pijl en boog. Maar ik loop hier toch. Ja, ik loop. Ik ga naar boven, dus dat is goed. Nou, waar moet ik? Ah, oké. Okay. Ah, ik heb zo'n slecht gevoel over. Het is wel een mooi spel. Dat wel. Het spel ziet er mooi uit. Oké. Okay. Laten we hier gewoon opgaan en let's go. Ah! Oh fuck. Oh ja, met een bril af. Recht in de miserie. In de miserie. Fuck. Ah! Nice. Fucking nice. Oké. Okay. Let's go dan maar. Oh. Oh, fuck me. Ja, inderdaad. Fuck me. Hoe moet ik dit gaan oplossen? What the fuck is dat? Dat is, ja. Die gast van de vorige aflevering. Ik heb een idee. Ik ga die tot hier laten komen. Ha! Slechte aim. Oh shit. Nog iets verder. Oké, en nu ben ik ciao. Yo! Auw. Ah, oh, fuck. Ik weet niet naar waar ik loop. Oh. Auw. FPS erop. What the fuck gebeurt er allemaal? Even voor je. What the fuck gebeurt er? Oké. Okay. Jess! Come back! Oké, okay, wacht. Ik heb nog... Oké. Okay. What the fuck. Ik haal de school echt verschrikkelijk. Volgens mij liep ze naar hier. Kan dat? Ah ja, voilà. Oeh, wat is die blauwe kamer daar? Oh, FPS erop is niks. Hey, Wolfenstein 3D. Yay. Een verhaaltje. Ik ga mijn beste Engels in. Father Porcari. I took Miss Grey out of her feast at today to have a little walk with her. Father Luther Millig was telling me he's worried that she's a touch more sensitive than is good for her. And I don't doubt it, poor girl. I know you've dealt with her daddy and his big personality. Also his big dick and her mother was a real tragedy. God rest her soul. But anyway, Mr. Luther Millig says he thinks it might not be a good idea for Jessica to go on the field trip to the piano factory. And I tend to agree. Seems she like a decent risk of runaway. A tube of which her father's signature on the pen machine slips is a little embarrassing. What an obvious forgery it is. So you need your say to the suspend permission. We'll put her on the library study for that day. Okay. What the fuck, ik heb geen leven. Oh, godverdomme, ik verschoot van mijn eigen schaduw. Daarnet was die deur dicht en deze open. Ah, maar ligt een batterie. Hey, fair enough. Wat is hier weer te doen? Niks. Oké. Okay. Hallo? Ik hoor iemand iets gebruiken. Is dat hier? Oh, dat is een toilet. Oké, okay, fair enough. Ja, jongens, dat is toch niet proper, hè. Toiletten in Outlast 1 waren nu toch wel veel... Dat is echt disgusting. Oké, okay, we gaan alles mooi dicht doen, natuurlijk. Oké. Okay. What the fuck? Oh. Ah, daar. Klein meisje in een school. Yes. Ging het nu naar hier? Seems legit. Oh yes, we zijn terug in de gewone wereld.
En dan we zullen zien voor hoe lang het dat yes is. Oh fuck. Het zal weer zo'n level zijn van. Shrek. En hoe noem die gast? We gaan die gewoon Shrek noemen. Dan zit Shrek weer achter mij aan. En dan is het weer zo'n leuke level. Jee. Oké. Dus. Wat? Oh nice. Een cutscene. Ah, hey. Ah, hier is Shrek. Hé, hey, die bovenste gast lijkt op die kerel van Game of Thrones. Ik weet zijn naam niet. Hé, what the fuck? Disgusting. Swallow it. Fucking disgusting. Hoezo een mark? Nee. Wat, zat hij nu net in mijn arm te bijten? Ja, nice. Oh, op een kruis, yes. Die gast heeft al veel pijn geleden. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die. Oh, my GSM. But he will rise again in more perfect flesh. Deze trouwens een heel lekkere cutscene. And be healed of our physical sins. Ja. We shall inherit this broken earth. Ja, uw broken hersenpan zeker. Oh shit, nee. Zie, je ziet er echt uit als Shrek. It's all ready for you. What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel. Ik heb geen Bijbel. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. I suffered a long time waiting on you. Oké. Okay. Shrek, hij ziet er goed uit, man. Oh, Nick, I guess we better put those nails in. Oh, nee. Ai. Oh, ik voel het ook. Jesus Christ. That wasn't so bad, was it? Ah man, ik zit gewoon aan mijn eigen hand te kijken hoe fucking vies moet dat zijn. Ja? Oh wow. Ja sorry man, ik heb mijn save-file moeten veranderen en er staat niet meer zoveel op, maar oké. Suffering that I do not deserve. I am a worm. Festering moon. Okay, what the fuck? I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. Fucking hell, man. Oh, nailed it. Shrek nailed it, man. Oké, nu ben ik benieuwd hij gaat loskomen. Als hij gewoon zijn hand lostrekt met die naald erin, dan is dat fucking pijnlijk, maar niet normaal. Fucking, want je hangt eigenlijk alleen maar. Je handen pakken al je gewicht, hè. Besef, dat moet fucking veel zeden, hè. Ah, oh, nee. Je gaat je hand toch niet fucking. Ai. Je gaat je hand toch niet lostrekken, hè. Ai. Oei. Fucking vies, gast. Moet fucking pijnlijk zijn. Ai.
Maar nu gaat hij ver flauw vallen, zeker. Heb ik geen bandages meer. Ik had echt nog bandages, ik zweer het. Oh, ik loop bijna tegen die boom. Oh, wacht, daar is slecht. Oké. Ah, wauw. Hé, ik voel me ineens goed. Ik zou niet meer mogen zien. Ah, shit, ik heb geen camera meer. Oh, wauw. Net zoals in de eerste Outlast. Oh, bandage. Oké, dat was makkelijk. Ah. Ja, dat doet zeer, hè. Allee, jongen. Het moet wel zijn dat hij zijn bandages altijd heel snel opdoet. Ja, vertel dan maar tegen Piet-Jan dat dat helpt. Dat helpt toch helemaal niks, jong. Wie is Piet-Jan? Nou, waar moet ik nu? Oh, nog een bandage. Hey. Wait. Ah, nee, uit die boomstam kom ik. Uit die boomstam kom ik, daar ga ik dus niet meer naartoe. Hey, hallo, weet iemand hoe dat ik verder moet? Hey, bloed! Oké. Okay. Nice. Oh, oké, okay, doei. Leuke vluchtelingenkampjes daar, maar we gaan gewoon verder. Yeah, let's go. Oh, fuck. Ah, oh, ze hebben gezien dat ik er niet meer zit. Uh-oh. Oh, nee. Er is weer al iemand aan het spouwen. Oh. Nou, waar loopt jij? Oké. Okay. Oh, doei. Oh, doe dat dicht. Oh, bandage. Oh, ga eronder. Ah, domme bitch. Haha, domme bitch. Ah! What the fuck, hoe kan die sound nog zo dichtbij? Oh, hierop, hierop. Yes! Oké, okay, oké. Okay. Easy. Oh, never mind. Never fucking mind. Waar de shitty ben ik nu? Oké, okay, boom. Boomstam. Ik ga op jou. Oké. Okay. What the fuck? Snel door. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké, okay, nice. Wat is daar? Ah, oh, maar ik heb geen camera. Fucking lastig. Oké, okay, saving. Seems legit. Okay. Yeah, let's go. Oh, nee. Woo! Oh, wow. Hallo? Ik ben dood. Hallo? Pff, what the fuck? Oké, okay, maar even serieus. Ik ga gewoon onder water blijven, denk ik. Oké. Okay. Ik hoop gewoon dat hij even zijn adem kan inhouden. Do you need to make water, Nick? I can help you if you're feeling bashful. Ik hoop gewoon dat hij zijn adem een beetje kan inhouden. Oké, okay, Nick, let's go. Ja, ga dan weg. Ja, ik kan zo lang mijn adem niet onderhouden, hè. Oké, okay. Ik heb al licht genomen. Volgens mij is hij weg.
Ah, ik zie niks. Oh, die is naar daar. Lol. Oh, bandage. Oeh. Oh, fuck. Snel. Goddamn vultures. How many corpses did you pick over? Oh, yes, ik heb mijn camera terug. Oh. Coming back earlier. What the fuck? Wauw, nee, maar ik kon niet terug in school zijn. Nope. er ligt al een batterie. Fair enough. Ah, waar? Alleen dat stukjes heel onvoorspelbaar zijn in de school. Het ziet er naar uit dat ik naar hier moet. Wacht, was ik daar niet eerder? Is dat een phone? Allee. Ik had het er... Is dat altijd niet op, guys? Kom jong, spoel door. What the fuck? What the fuck? Spoel door. Dat is... Nee. Dat kan niet. Dat is niet proper. Nee. Oh man, echt disgusting toilet. Fucking typische lagere school toilet. Jesus Christ. Ik hoor trouwens een telefoon. Oké. Okay. Oh, what the fuck zet jij? Oké. Okay. Nu zit er ook een monster achter me aan de school. Yes. Oké, doei. Ietsje binnenlopen door het toilet. Sorry, ik had gezegd dat ik niet meer terug ging komen. Oh fuck, nu zit ik hier vast. Nice. Fuck alles, jee. Woehoe. Oké. Hallo? Hallo? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Well, that escalated quickly. That escalated quickly. Ah, fuck. Kan ik hier weg? Nee. Ah, ik weet niet waar een monster zit, maar... Fuck. What the fuck? Dat zit in het toilet! He's coming! Dat monster zat mij te zoeken in dat... Oh, fuck. Oei. Dat monster zat mij nog te zoeken in die toilet, what the fuck? Dat is zo grappig en ik weet eigenlijk niet waarom. Maar wat ik wel weet is dat ik deze video ga afsluiten. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vonden. En als ik een beetje leuk vond, hoe was een blauw ruimpje omhoog? Abonneer. Ik zie je de volgende keer en wat er achter deze kast is, dat zullen we wel zien. Maar ik zeg ciao.